Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 20 november. Degene die je hoofd omhoog heft. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalmen 3, vers 4. U echter, Heere, bent een schild voor mij, mijn eer. U heft mijn hoofd omhoog. God heeft goede plannen voor jou en Hij wil dat je geniet van je leven. Hij wil niet dat je leeft met een geest van zwaarmoedigheid, wanhoop, wrok of ontmoediging. Het goede nieuws is dat je je gedrag en denkbeeld kan veranderen als je naar God kijkt en je je door Hem laat optillen. De psalmist zei dat God een schild is voor mij, mijn eer. Hij heft mijn hoofd omhoog. Overdenk deze tekst. U heft mijn hoofd omhoog. Wanneer iemand met een hangend hoofd rondloopt, dan gaan we ervan uit dat zij verdrietig of depressief zijn. Als jij je zo voelt, weet vandaag dat God je hoofd en geest omhoog kan heffen. Vergeet niet dat God voor elk van ons een goed plan en een hoopvolle toekomst heeft. Omdat Hij met ons is, kunnen we in overeenstemming met zijn wil denken en spreken. We kunnen elke situatie die zich voordoet positief benaderen. En wanneer onze omstandigheden uitdagend en moeilijk zijn, dan mogen we van God verwachten dat er iets goeds uit voorkomt, zoals Hij dit in zijn woord heeft beloofd. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, U bent mijn eer en U heft mijn hoofd omhoog. Ik kies ervoor om naar U te kijken. Help mij om gericht op U te blijven en te vertrouwen dat Uw goede plannen vandaag in mijn leven verwezenlijkt worden. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.